Wel zijn mijn witte bloedcellen een stuk lager. Gaan we de chemo uitstellen, mijn kans toch wel groter is dat ik ook in mijn andere borst borstkanker krijg. En ja, dat is natuurlijk wel een grote angst en die heb ik uitgesproken. Dan zouden Sergio en René niet zijn als het toch nog ergens mis moest gaan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag 7 september. En ik heb vandaag weer de bloeduitslag gekregen. Na de 3 chemo's van de Taxol. En nou, het eerste goede nieuws is in ieder geval dat mijn leverwaarden zich weer een beetje aan het herstellen zijn. Dus daar ben ik heel blij mee, want door de eerste fase, dus die zware kuur, had mijn lever wel een optater gekregen. En dat was zich nu een beetje aan het herstellen, dus dat is fijn om te horen. Wel zijn mijn witte bloedcellen een stuk lager. Is wel te verwachten natuurlijk. Ik krijg nu ook geen immuunprik meer. Zoals bij fase 1. Alleen in fase 1 was mijn bloedwaarde eigenlijk te hoog. Van de witte bloedcellen. En nu is het net aan prima. Dus in eerste instantie had ik zoiets van, nou ja, eigenlijk is het nog wel oké. Dus laten we gewoon zo doorgaan. Maar ja, de andere optie is natuurlijk, gaan we de chemo uitstellen? Of misschien toch weer de immuunprik erbij. Uiteindelijk, langzamerhand in het gesprek, hebben we besloten om gewoon toch weer de immuunprik erbij te gaan geven. Zodat ik zeker weet, bijna zeker weet dat ik elke week gewoon de chemo kan doen. En niet dat het nu net aan goed is en de volgende keer toch een stuk slechter en dat ik alsnog een week moet uitstellen. Of dat ik misschien ineens een infectie oploop, waarvan de kans natuurlijk groter is. Maar daarnaast zagen mijn bloedwaardes er goed uit. Verder heb ik gesproken over eventueel de verdere mogelijkheid wat betreft de amputatie. Want nu de genuitslag er is en we er ook even van uitgaan dat ik dus inderdaad helemaal geen gendrager ben, hoef ik medisch gezien niet mijn tweede borst te amputeren en hoef ook mijn eierstokken er niet uit. Echter is het zo dat omdat ik al borstkanker heb, mijn kans toch wel groter is dat ik ook in mijn andere borst borstkanker krijg. Mijn kans is gewoon wat groter dan iemand die nog nooit borstkanker heeft gehad. Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat het psychisch heel veel gaat doen als ik die laat zitten. En als derde hebben we nog de reconstructie. Want hoe mooi ze het ook kunnen maken, grote kans dat mijn rechterborst toch anders zal zijn dan de linkerborst. En dan ben ik er dadelijk alsnog niet echt blij mee als het gereconstrueerd is. Niks is nog besloten, maar ik neig er nu naar om ook gewoon mijn linkerborst af te laten zetten. In ieder geval een huidbesparende operatie te doen. Dus eigenlijk de binnenkant gewoon aan beide kanten leeg te maken. Zodat we de veiligheid hebben dat ik dat links gewoon nu ook gewoon vrij is. En dat we dadelijk met de reconstructie beide borsten zo goed als gelijk kunnen maken. Ik krijg volgende week een oriënterend gesprek met de plastisch chirurg. Ook al zal het pas misschien een half jaar nadat alles is geweest zijn. Of misschien wel een jaar. Maar het is toch heel fijn om te weten wat zijn nou mijn opties. Wat is de mogelijkheid? Plaatjes graag. Ik wil het zien. Zodat ik daar weer over na kan denken. Verder heb ik met de arts gesproken over en mijn hele grote angst om alsnog uitzaaiingen te krijgen natuurlijk. Want helaas komt in het nieuws en op Facebook en zo toch vaak dingen nog steeds voorbij. Dat je hoort, ja, was schoonverklaard. Borst was geamputeerd, chemo gehad. En een half jaar later, boom, ineens uitzaaiingen. Wat de hel. En ja, dat is natuurlijk wel een grote angst. En die heb ik uitgesproken. En eigenlijk geeft hij aan, kijk, 100% kunnen we gewoon nooit geven. De kans bestaat altijd.
Maar ze gaan er alles aan doen om ja, die kans zo klein mogelijk te maken. En het is natuurlijk wel zo dat iemand waarbij bijvoorbeeld 15 lymfen in de oksel zijn aangedaan, meer kans heeft op uitzaaiing dan wanneer er maar 2 zijn aangedaan. Kijk, tot nu toe hebben ze geen weefsel of geen kanker kunnen vinden in mijn lymfen met de biopte. Dus fingers crossed dat mij bij de operatie ook blijkt dat ze nog niet mijn lymfen hebben geraakt. Het lijkt er nu op dat het sowieso in mijn oksel niet zit. Dus dan zou dat betekenen dat misschien 1 à 2 lymfen zijn gedaan. Met de operatie gaan ze tijdens de operatie een soort van sneltest doen. Om te kijken of mijn lymfen zijn aangedaan en hoeveel. Zodat ze daar gelijk op kunnen acteren tijdens de operatie. Na de operatie gaan ze nog een extra test doen. Dus extra checken of dat klopt wat ze gezien hebben. Ze gaan de lymfen checken, maar ze gaan ook de snijvlakken checken. Dus wat hebben ze weggehaald? En dan gaan ze die snijvlakken checken of daar nog kwaadaardige celletjes in zitten. Want dat willen ze natuurlijk zoveel mogelijk weghalen. Daarom is het ook zo belangrijk dat mijn tumoren zoveel mogelijk kleiner worden. Want ja, dan hebben ze meer ruimte ook om weg te snijden en grotere kans dat er niet nog kwaadaardige cellen zitten in die snijvlakken. Dat gaan ze checken na de operatie en dat zal ietsje langer duren, 2-3 dagen. En de uitslag daarvan is weer erg belangrijk. Mocht die tegenvallen, dus ze vinden nog steeds wat, dan heb je kans dat ze zeggen we gaan nog een keer opereren of ze gaan het met bestraling doen. Ja, dus dat is allemaal voor de zekerheid om zoveel mogelijk controle te hebben. Waarschijnlijk is het nog steeds zo dat ik ook aan de chemopillen moet. Hij zei nu ook, chemopillen is eigenlijk vrijwel standaard na de operatie ook. Bestralen en die 10 jaar antihormoonpillen. Nu willen ze, zou het heel erg fijn zijn als ik na die 10 jaar antihormoonpillen weer gaan menstrueren, want dat zou heel gezond zijn voor het lichaam. Het liefst nog 10 jaar, 15 jaar. Nu is het zo dat mijn moeder al op haar 42ste in de overgang ging, dus dat is vrij jong. Dus als ik die gene heb, ja, kan het zomaar zijn. Ik ben nu 31, dus 10 jaar verder. Nou, dan kom ik precies zo uit. Dus dat zou jammer zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat door de chemo en zo ik sowieso al in de overgang, in de definitieve overgang ben gebracht. Maar dat weten we niet. Dat zullen we echt pas weten over 10 jaar. Als ik dit 10 jaar volmaak. Maar goed, dat is voor latere zorg. Nu is het belangrijkst dat die tumoren gewoon weggaan. En dat ik zo min mogelijk kans heb op uitzaaiingen. En ja, dat hoop ik gewoon heel erg. Hij gaf trouwens ook een heel goed voorbeeld waar ik dus graag niet aan bij wil dragen. En dat is dat hij zei, kijk, de mensen hebben heel veel de neiging om het sneller te zeggen als iets niet goed is. Hè? Dus als na zoveel jaar of na een half jaar misschien al ineens uitzaaiingen zijn, dan trekken ze natuurlijk aan de bel, laten ze het weten. Maar dat is, als het goed is, wel een kleiner deel. Er is een heel groot deel waarbij het wel gewoon goed gaat. En die mensen, die willen gewoon zo snel mogelijk door met hun leven. Die willen dat hele zooitje achter zich laten en die willen kijken naar de toekomst. En die zullen veel minder snel even zeggen van, hey, nog steeds geen uitzaaiingen. Dus daar hoor je gewoon een heel stuk minder van. En ik hoop in ieder geval dat ik toch telkens dankbaar blijven en dat ook met jullie kan delen en dat beeld ook kan uitdragen. Want dat hebben we zo hard nodig. Als je nu op Facebook kijkt, ja, of op Google, nou, we weten allemaal hoe het werkt. Als je ergens op zoekt, in dit geval veel borstkanker met mijn uitzaaiingen, dan ineens komen al dat soort berichten naar boven op je Facebook. En daar zit je gewoon niet op te wachten. Je zit eigenlijk niet te wachten op de situaties waarin het niet goed is gegaan. Je wil graag hoop, je wil horen dat het wel goed gaat. En als het even niet goed gaat, dat ze ook niet gelijk hebben opgegeven. En dat zijn de berichten die je wil horen. Ik weet even niet meer
van wie dat nou laatst was. Maar ik las dus laatst weer dat een jonge zangeres van een bepaalde zanggroep. Ik ben even de naam kwijt helaas. Maar dat hij ook overleden is aan uitgezaaide borstkanker. En het lijkt wel dat iedere vrouw van iemand is overleden aan borstkanker. En ja, dat wil je gewoon niet horen. Je wil hoop. Dus ik hoop dat ik... Dus ik hoop dat ik jullie dat kan geven. En dat, dat ik jullie positiviteit kan meegeven. En ja, dat dit ook gewoon goed gaat aflopen. Het was vandaag ook super lekker weer. Dus ik ben met mijn moeder lekker naar Ketuin gereden. En daar hebben ze nu weer een... ze zijn heel druk bezig om dat helemaal op te knappen daar. En dat was een leuke winkel. En met hele leuke sieraadjes ook daar. Het was een pop-up store. En ik kon het niet laten om die toch te kopen. Ik vond ze heel toepasselijk. En ik wil eigenlijk meer van dit soort sieraadjes. Dat is deze. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is een heel schattig kettingje. En er staat op lak. En de U is dan een klavertje 4. Ook nog deze. Nou, waarschijnlijk kunnen jullie het niet heel goed zien, maar het zijn allemaal klavertjes 4, hele kleintjes. En zelf draag ik dus altijd dit hartje. En daar zit een fotootje op van mij en Jesse Silver. Toen hij nog een heel klein babytje was, was een newborn shoot en... ik geef Jesse hier een klein kusje. Dus ik vind het heel leuk om deze daarbij te gaan hangen. En ik wil nog een ringetje. Zo'n platte. Eigenlijk hetzelfde als dit. En dan als ring met de letter J van Jesse Silver. Het liefst had ik een JS gehad. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk. Dat is er waarschijnlijk niet. Zelfs de J was al helemaal uitverkocht. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Verder draag ik deze twee. En dat is allebei een verlovingsring. Want ik ben nog niet getrouwd met Sergio. Maar wel verloofd. En eerst heeft hij deze gekocht voor mij. Deze twee. En heeft hij mij in Palermo. Waar zijn familie vandaan komt. Zijn vader en de rest van de familie. Heeft hij mij toen ten huwelijk gevraagd in Mondello. En heeft hij een gitaarliedje gespeeld. You Make Me Feel Brand New van Simply Red. Dus dat was wel heel gaaf. En hij had iedereen al een beetje op de hoogte gesteld. Hij was live gegaan via Facebook. En iedereen moest daar, had hij gezegd dat ze er klaar voor moesten zitten. Dus iedereen heeft meegekeken. Daar hebben we trouwens ook filmpjes van op YouTube. En dat was een van eigenlijk onze allereerste vlog waarin we dat hebben laten zien. Het was een hele lange vlog trouwens. En, maar eigenlijk was die wat te klein. Toen heeft hij later deze nog eens voor mij gekocht. En heeft hij me gewoon nog een keer gevraagd of ik nog steeds met hem wilde trouwen. En natuurlijk zei ik ja. In de tussentijd is er een heleboel... ja, natuurlijk tussengekomen. We kregen op een gegeven moment Jesse Silver. Het huis. En nu dit. Maar als alles voorbij is. En we voelen ons weer helemaal onszelf. En wij hebben dit doorstaan. Nou, dan moeten we zeker gaan trouwen. Want nou, als we dit allemaal kunnen overleven. Dan, ja, dan zit het zeker goed. Daarnaast heb ik... tegenwoordig de ring van mijn vader op. Die was echt 2 keer zo groot. Als ik zo deed, nou, er komt gewoon nog een vinger tussen. Mijn vader had echt hele grote handen. Dus ja, die past niet. En nu bleek dat mijn moeder hem eigenlijk kleiner had gemaakt. Eigenlijk voor zichzelf. Maar toen heb ik hem gewoon even zo... Ik draag hem nu eventjes. Dus ik draag hem om deze vinger. Want die andere, ja, dan is hij toch nog net niet helemaal goed. Dus ja, nou, dat wilde ik gewoon even aan jullie kwijt. Vond ik gewoon even leuk om te vertellen. Goedemiddag, het is 8 september. En we gaan door naar de vierde chemo. Vierde alweer.
Het is inmiddels wel weer 's avonds en ik ben terug van de chemo nummertje 4 van fase 2. En nou, het gaat eigenlijk weer goed. Ik heb ook niet echt geslapen, gewoon een beetje gerust. Dus toch wel anders dan de eerste twee keer. Wat ik wel weer had, net zoals vorige keer, dus de derde, is weer enorme druk op mijn borst dat ik minder lucht kreeg. Dus echt alsof een olifant op me ging zitten. Maar dat heb ik even niet gezegd tegen de verpleegkundige, want ik dacht, dat had ik de vorige keer ook. En dat ging na een paar minuten, trok het weg. En dat was dit keer ook weer. Aan het einde heb ik het natuurlijk wel eventjes aangegeven. En toen zei ze, nou, misschien dat we dat even moeten overleggen met de arts. Hè, soms zetten we hem dan eventjes stop. Maar dat we hem dan in plaats van in 1 uur, misschien in 2 uur moeten geven. Hè, dat het lichaam ineens even een soort van shock krijgt dat het in 1 uur naar binnen wordt gehaald. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, het is maar voor een paar minuutjes. Ik weet nu dat het komt. Dus ja, misschien is het ook wel best zo. Want een heel uur langer liggen is natuurlijk ook wel jammer voor de tijd. Ondertussen is Sergio bezig om lijm aan te maken en voegsel. Zodat we eindelijk de stenen kunnen gaan voegen. En dan zal het er ook weer een heel stuk anders uitzien. Zo, zijn ze zo lekker bezig en nu al een verschil, terwijl het nog niet eens helemaal ingewerkt is. Ja, dat is echt niet normaal, hè? Goed witte. Ja. Maar het is leuk om te zien hoe dat dan nu zo het verschil tussen de muur waar het wel al een beetje in zit en de muur waar het niet in zit. Daar. Ja, dat is zo veranderd, hè? Ja. Nou, goed, goed bezig. Het is wel lekker warm hier. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Ik ook. Nou, het is inmiddels 12:30. We zouden Sergio en René niet zijn als het toch nog ergens mis moest gaan. Althans, veel meer tijd kostte dan nodig. Het ging hartstikke goed. Alles liep soepeltjes, goed gevoegd. Sergio lekker ruimer zitten wrijven. En eigenlijk had hij, omdat je gelijk doorgaat, gewoon weer gelijk door moeten gaan om de stenen schoon te maken. Dus Sergio die had eigenlijk gewoon hem gelijk moeten schoonmaken, maar zo stond het niet op het filmpje, hè? In het filmpje stond na een uur uitwassen of inwassen. Maar na een uur betekent niet, ook ben ik klaar met voegen, ik ga even een uurtje een wijntje drinken. Want dan is het 2 uur. En dat hebben we gemerkt, dus alles was al aan het drogen, echt vet aan het drogen. Dus ik denk dat we wel 2 uur bezig zijn geweest om alles van de tegels af te krijgen. Met gevolg dat er ook weer kleine stukjes ook nog uit de voeg zijn gegaan of dat je weer een stukje steen ziet. Dus we moeten het alsnog een beetje bijwerken. Maar we zijn klaar, zo goed als. We gaan nog even de vloer een klein beetje schoonmaken. En het ziet er gewoon al echt een heel stuk beter uit met die voegen. Ja, dat is één, dus, zeker. Dus ja, we moeten nog even de plekjes bijwerken. En voor de vloer... De vloegen. En voor de vloer gaan we niet hetzelfde foutje maken. Toppie. Ik wil deze vlog even afsluiten met de laatste sieraden die ik binnen heb gekregen. Want zoals ik jullie al eerder in deze vlog vertelde, wilde ik heel graag nog wat andere sieraadjes kopen. Zoals de ringetjes. En ze zijn binnen en ik ben blij. Ik heb om mijn pink de J van Jesse Silver in een zegelringetje, maatje 17. Als ik hem om mijn andere vingers had willen hebben, had ik toch echt maatje 18 moeten hebben. Nummertje 17, hier ben ik ook heel blij mee. En deze heb ik de R van mijn eigen naam natuurlijk. En die is heel makkelijk, want die kan ik verstellen. Dus die past gewoon goed. Daarnaast heb ik deze twee armbandjes met mijn eigen sterrenbeeld, namelijk kreeft en vissen voor Jesse Silver. Deze oorbellen. En die, dat is trouwens een neppert. Die kan je gewoon zo eromheen zetten. Ik vind ze helemaal leuk. En deze nog, dat is ook nog een oorbelletje. Er was 1 ringetje was teruggestuurd, want die hadden ze denk ik niet meer op voorraad. Maar ik ben happy. En je moet gewoon doen wat je gelukkig maakt. En soms is dat gewoon even van dit soort dingetjes kopen. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en belletje aan te zetten als je op de hoogte wil blijven als er weer een nieuwe vlog online komt. Kijk weer uit naar jullie reacties en we spreken elkaar snel. Tot de volgende vlog. Ciao!